Dat zijn boeren. We staan hier in die prachtige bosveld noord van die Magaliesberg. En samen met mij een toxicoloog, mijn vriend, dokter Neil Fourie, kenner van hierdie gifblaar en gifveld. Neil, vertel ons hiervan. Dok, wat voor ons staan een typische gifveld hier zo? Dit wordt gekenmerkt door die Willese Ring, Burkia Africana en ook Oknapoelkra lekker breek. Als we daar twee bomen krijgen, dan weten we ons, ons gaan ergens gifblaar of blaargif krijgen. Dus ons indicatorplanten, dat is ook zekere planten, wat ons kan verwar daarmee. Soos die goerappel en die grijsappel in die strijkvorm van lekker breek. Nou, wat veroorzaak gifblaar? Dokvava, gifblaar is een ondergrondse boom, wat tot 10 meter diep onder de grond is, en waarvan is sy blaren boor die grond uitsteek. Daarom is hierdie boom nie afhankelijk van reënval om te bot nie. Hy bot in oktober maand, voor die gras enigszins groen is, en als beesten in een gifkamp komen waar die planten groeien, dan zal hulle het vreet, want dat is al wat groen is. Hij bot ook weer in maart, en daarvoor moet ons baie voor oppas. En hierdie gifstof, akiet? Dokvaffer is een dodelijke gifstof. Het is een van de giftigste stoffen wat ons kent. Dit is monofluoroacijnzuur of 1080, en dit gee akiete hartversaking en die beesten frik in een baie, baie kort tijd, vooral na by die waterdrinkplekken. So wat kan ik voorkomen doen? Dokvava, ons met die dieren uit die gifkampen uithou, oktober maand en maart maand. Dit is al. Als we ze hek oploos, dan gaan die dieren daarin gaan en hulle gaan die gifblaar vreet en hulle gaan vrek. Of ons kan met wildboer en hulle te kampen, want hulle eet dit nie. Boeren, loop samen met jou veearts, kijk waar hierdie indicator species is, kijk naar die gifblaar. Boeren, kijk mooi naar jullie dieren. Lekker boer.